Hi tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 20. En dat is van maandag 13 mei tot en met zondag 19 mei. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 20 voor de tweeling in petto heeft. Dan lijkt het tweeling alsof deze week een week is waarbij je een bepaald bericht krijgt dat je eigenlijk nog met iets aan de slag kan gaan, wat je misschien voor jezelf al even in de ijskast had gezet. Toch lijkt er dus ineens die beweging te zijn waardoor je er toch mee aan de slag kan. Maar het kan wel betekenen dat het ook wel dingen bij je triggert. Of wat zaken die je echt wel dacht dat je die misschien ook vergeten was, dat die eigenlijk ook meekomen. Er lijkt dus een bepaalde kans te zijn waar je heel erg blij mee wordt. Maar waar ook oude triggers aangehaald worden. En daarmee kan je best wel een beetje stoeien. Toch heb ik het idee dat die kans voor jou zo groot of zo fijn is, dat je er echt mee aan de slag gaat. En dat je ook zult merken dat je dingen voor elkaar gaat krijgen. Maar probeer dus voor jezelf ook echt wel helder te krijgen wat je nu wil. Want een oud stukje hoeft niet te zeggen dat het oude probleem ook daadwerkelijk nog iets bij je doet. En dat het misschien juist gewoon een oud stukje is wat je nog even mag bekijken. Maar dat je vooral met het nieuwe stuk aan de slag mag gaan. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.